Dukenburg in Nijmegen, waar een dinosaurieractie is neergezet. Die is ontwikkeld door WF Communicatie. En ik ben nu in gesprek met Marie-Louise van Gelder. Zij is de eventmanager. Kan je mij vertellen, hoe hebben jullie deze actie uitgewerkt? Wat is de aanleiding geweest? Waarom juist deze actie? Nou, wij hebben als opdracht gekregen om winkelcentrum Dukenburg als funshop winkelcentrum op de kaart te zetten. En toen kwamen wij in juli vlakblad een artikel tegen over een dinosaurus tentoonstelling. En toen was onze interesse gewekt. Ikzelf heb in een dierentuin ergens ook deze tino's gezien. En 1 en 1 is 2. En toen zijn we eigenlijk erachteraan gegaan. Omdat we zoiets hadden van, nou, dat is toch super gaaf om een dinosaurus tentoonstelling in Dukenburg neer te zetten. Zodat we die combinatie van winkelen en funshoppen, of ja, winkelen en fun, goed tot ten uitvoer kunnen brengen. Dus zo is eigenlijk het initiatief ontstaan. Het fun element, waar bestaat dat uit? Nou, het fun element is sowieso natuurlijk een tentoonstelling die een educatief element heeft. Dus kids en ja, nou, jong, niet alleen kids, maar ook ouderen kunnen sowieso de dino's bekijken. Ze kunnen er meer informatie over krijgen, omdat er infobordjes naast staan. Daarnaast zijn er in de kiosk die hier staat, zijn de speurtochten te verkrijgen. Dus daar kunnen ze echt mee aan de slag, interactief. Dus ze kunnen die speurtocht gaan doorlopen. Er staat een dino-hoofd waar ze mee op de foto kunnen. Dus kunnen ze er hoofd in steken, kunnen ze mee op de foto. Ja, dus dat is een beetje de combinatie van een tentoonstelling en interactie. Hebben jullie inzicht in hoe het publiek dit waardeert, hoe men erop reageert? Is er sprake van onderzoek? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, welbekende kreet, meten is weten. Dus we hebben inderdaad op gezette tijden enquêteren we. En de doelstelling van die enquête is om te achterhalen of men speciaal voor de tentoonstelling komt. En of men überhaupt dit soort events kunnen waarderen. De uitslag die hebben we nog niet, omdat de tentoonstelling uiteraard nog loopt. Misschien aardig, je vertelde mij in het voorgesprek ook dat het afdraaien van dierengeluiden, dino-geluiden, op zich wel een hele leuke vinding is. Maar je kan er ook onverwachte reacties door krijgen van het kleine publiek, hè? Ja, vooral in het begin merkten we dat kinderen natuurlijk nieuwsgierig zijn en die gaan zo'n dino van dichtbij bekijken. En het is zo ingesteld dat om de 5 minuten hoor je echt een angstaanjagende schreeuw van zo'n dinosaurus. En dan springen de kinderen echt de lucht in. En dat, ja, dat is natuurlijk hilarisch om te zien. Jullie hebben ook de buitenwereld, zeg maar, erbij betrokken in de vorm van scholen. Kan je daar iets meer van vertellen? Ja, we hadden ook de insteek om uiteraard scholen erbij te gaan betrekken. Die hebben we ook een uitnodiging gestuurd. We hebben 12 enthousiaste aanmeldingen gekregen. Met als resultaat dus meer dan 500 kids die vanuit de school de tentoonstelling hebben bezocht. En daar hebben we ook de speurtocht aan gekoppeld. En een actie, dus ja, wie is de slimste school? Dus een onderdeel daarvan was dat ze dan de speurtocht moesten invullen. En een leuke foto in moesten sturen. En de winnaar die krijgt een geldbedrag wat ten goede komt aan de school. Dus daar kunnen ze mee een nieuw speeltoestel of een nieuwe computer aanschaffen. En zo hebben we ook een traject opgestart om de scholen erbij te betrekken. Hoe reageren de ondernemers op dit event? Nou, de reacties die wij hebben ontvangen zijn allemaal enthousiast geweest. Maar misschien is het wel leuk om een ondernemer het persoonlijk te laten vertellen wat hij ervan vindt. Gaan we doen. Oké. Ik sta hier bij Jacomien van de ondernemersvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben intussen een paar weken ervaring met deze dino-actie. Vanuit het perspectief van de ondernemers, hoe is dat bevallen? Ja, supergoed. We hebben heel veel mensen die gewoon komen kijken het weekend en door de week met kinderen. Dus we zijn dol enthousiast. Je kan echt merken dat er misschien ook andere mensen komen of dat ze vanuit andere plaatsen komen uit de omgeving. Ja, ik denk zeker dat er ook mensen in de wijde omgeving komen, omdat er veel bekendheid aangemaakt is. We hebben veel kranten benaderd. En ook de opa's en oma's die nooit op het winkelcentrum komen, of tantes en ooms, die komen nu kijken en zien dat wij heel veel winkels hebben en heel veel soorten winkels. Ja.
De actie die erom heen gemaakt is, hoe vinden jullie dat als ondernemersvereniging? Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. We hebben een hele mooie locatie, een informatiebalie waar u de speurtocht kan halen, waar veel gebruik van gemaakt, meer dan dat wij verwacht hadden. We hebben heel veel bij moeten laten maken, dus toppie. Toppie, dat is duidelijk. Voor de herhaling vatbaar ook, of moet je zoiets één keer doen en dan weer iets heel anders? Nou, ik denk dat je dat eerst moet verifiëren naar andere ondernemers, hè? Want ik ben er natuurlijk maar alleen. En ik denk dat andere ondernemers ook zeker hun... dit hoort er ook bij natuurlijk dan, hè? Ook hun gedachtegang daarover hebben. En dat zouden we graag eerst willen delen voordat we denken van gaan we dit nog meer doen. Dankjewel.